Geen start van de gordel in Sint-Genesius Rode. Op 2 september wordt de laatste gordel gehouden. BHV is gesplitst, weet u wel. Al meer dan 30 jaar begint en start het Vlaamse fiets- en wandelevenement in de Rand in Sint-Genesius Rode. Maar daar maakt het gemeentebestuur van de faciliteitengemeente nu dus een einde aan. De burgemeester en de Franstalige schepenen vinden het te duur en ze vrezen voor verkeersproblemen. Dirk van Zundert. 1981. De gordel wordt geboren in Sint-Genesius Rode als signaal tegen de verfransing van de rand rond Brussel. Micha Mara zingt het eerste gordellied. Ik hou van die zes, van dat kleine beetje Vlaamse land. Ook al bij die eerste gordel lag een gemeentebestuur dwars. Niet dat van Sint-Genesius Rode, maar dat van Wemmel. Op totaal onverklaarbare manier hebben wij deze morgen moeten vernemen dat het gemeentebestuur beslist had en aan de politie zeer laat-tijdig en onvolledige opdrachten gegeven had om hier de mensen rechtdoor te sturen, met andere woorden de kom van het dorp te vermijden en op dit gevaarlijke kruispunt hier de controle te laten uitoefenen. Mag ik zeggen, dit ruikt naar sabotage? Zelf spreek ik het woord niet graag uit, maar het heeft er alle schijn van. Maar al snel vindt de gordel zijn draai, ook in de faciliteitengemeente. Zelfs al in de eerste jaren fietsen en wandelen er ook Franstaligen mee. Ze zijn niet talrijk, maar toch. Ja, ik had het een beetje verwacht. Er zijn heel wat Franstaligen die bereid zijn om zich aan te passen. Dat is een blijk van aanpassing als zij dat doen. En wij zijn daar heel tevreden over. Wij zijn dus op weg naar redelijkheid in de faciliteitengemeente. Ik hoop het uit de grond van mijn hart. Vorig jaar kende de gordel een zwakke opkomst. De regen zat daar zeker voor iets tussen. Maar misschien ook het feit dat er een politiek akkoord was over BHV, Brussel-Halle-Vilvoorde. Precies omwille van dat akkoord was beslist dat de editie 2012 de laatste zou zijn. Jammer daarom dat Sint-Genesius Rode voor deze allerlaatste gordel roet in het eten gooit. Ik hou van alle zes, de zes van Bloggenbals en Lintjebeek. Ik hou van Wemmerode, ook van Kruijen en van Wezenbeek. Ik hou van die zes, van dat kleine beek. Maar laat het klein zijn, laat het mijn zijn. Het is toch mijn eigen vaderland. We hebben de burgemeester van Sint-Genesius Rode uitgenodigd, maar die wenste niet te reageren. Ik citeer, om geen olie op het vuur te gooien. Maar we hebben twee andere gasten. Philip Muiters, Vlaams minister voor sport. En mevrouw Sobrie, Anne Sobrie, Vlaamse schepen in Sint-Genesius Rode. Laat ik bij u beginnen, mevrouw Sobrie. Waarom mag die laatste gordel niet starten en stoppen in Sint-Genesius Rode? Wel, de officiële reden van de burgemeester is omwille van financiële redenen. Dus te zeggen, ze heeft blijkbaar verklaard dat dat 50.000 euro kost aan de gemeente. Dat is uiteraard niet waar, dat kost niets aan de gemeente. En ten tweede zegt zij dat er verkeersproblemen zijn. Nu, die verkeersproblemen zijn er alleen maar op zondag, de dag van de gordel. Voor de rest zijn er nooit problemen, geen verkeersproblemen, niets. Dus u zegt, die praktische problemen die zij aanhaalt, die slaan nergens op. Wat is er dan wel aan de hand? Volgens mij is er ergens een politiek akkoord tussen de burgemeester en FDF-leden van de gemeente. Dat zij dus akkoord zou zijn op voorwaarde dat zij op dezelfde lijst zouden staan, dat zij akkoord zou zijn om de gordel te verbieden. Dus dit is politiek in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen? Is absoluut, dat wat u zegt? Absoluut, zonder twijfel. Ja. We komen bij u, minister Muiters van het N-VA. En u zelf was er heel snel bij om hier een persbericht over te verspreiden. U noemde het onbegrijpelijk. Ja, het is onbegrijpelijk. Zeker het economische wordt aangehaald. U moet weten, wij hebben nu al gedurende weken geprobeerd om een consensus te vinden. Wij hebben ook aangeboden vanuit Blozo om de personeelsinzet over te nemen, zodanig dat die 50.000 euro, wat vooral bedoeld is voor personeelsinzet, zwaar overdreven is, zoals mevrouw Sobrie zegt, maar dat we die dan zouden overnemen. Dus kostprijs zeker niks. Niks voor de gemeente
Sint-Genesius Rode. Dus dit is een reden die niet te begrijpen is. Ik denk dat het hier totaal op neerkomt dat men die mensen, die Vlamingen in Sint-Genesius Rode, die gordel niet gunt. Het is een topweekend voor die mensen. Het is een gebeurtenis waar elk jaar 80, als het weer niet te veel tegen zit, 80.000 Vlamingen en ook Franstaligen naartoe komen. Ja. Dit is voor ons toch een belangrijk punt. U zegt dat de burgemeester of het gemeentebestuur het de mensen daar niet gunt, maar de gordel mag er wel passeren, hè, voor alle duidelijkheid. Ja, dat zou er nog bij moeten komen dat dat niet kan. Maar 31 jaar kan die gordel daar starten, kan die gordel daar aankomen. Het is toch echt God geklaagd dat dat vandaag niet meer zou kunnen. Dit is een symbool, het is een gewoonte vandaag te zijn, vandaag te kunnen zijn. Het is een schande dat het gemeentebestuur dit niet meer toestaat. Eigenlijk spint uw partij, lijkt mij, er wel garen bij. Want dit is natuurlijk uw core business. Dit illustreert wat u altijd aanklaagt. Ik denk wel dat dat juist is, ja. Maar voor mij is het belangrijkste, wij hebben een prachtige organisatie waar we sport, familie gebeuren en het benadrukken van die Vlaamse rand rond Brussel, dat we dat kunnen combineren op een positieve manier, met een positieve boodschap, zonder iemand in een slecht daglicht te stellen. En dan dit als voorval. Het is pijnlijk. Het doet echt pijn dat op die manier die 32e gordel moet gaan geschieden. Ja, u verwees naar de gemeenteraadsverkiezingen, akkoorden die eventueel gesloten zouden zijn tussen de Franstalige partijen in Sint-Genesius-Rode. Denkt u dat het sluiten van het BAV-akkoord er ook mee te maken kan hebben? Dat is wat dat schepen Liber inderdaad gezegd heeft. Hij heeft gezegd, het nut van de gordel bestaat niet meer. BHV is gesplitst, dus de gordel moet niet meer doorgaan. Dat heeft hij deze morgen gezegd op het Schepencollege. En wie heeft dat precies gezegd? Schepen Liber. Schepen Liber, dus. Ja, FDF Schepen. Dus het is eigenlijk, ja, het akkoord is er. Dan kunt u hen ook niet kwalijk nemen van te zeggen, bon, de link met de gordel is dan ook niet meer van je zou dan toch verwachten dat er een stuk pacificatie is, dat er een beter samenwerken is tussen Vlamingen en Franstaligen. Ja, ik zie dit niet gebeuren. We hebben het hier niet alleen over BHV. Het is hier ook een familiegebeuren, een sportgebeuren. Het grootste sportgebeuren, familiaal gezien, van het jaar. En dat wordt nu geboycott. Dus ik denk, ik kan u ook zeggen, het is niet de laatste gordel. De 32e gordel zal niet de laatste zijn. Er komt een 33e gordel. We gaan alles nog eens opnieuw bekijken. Hoe in dat diezelfde we dat kunnen. Gemeente? Ik sluit dat absoluut niet uit. We blijven in die dat filosofie. Dat zullen ze niet graag horen in Sint-Genesius-Rode. Ja, maar het is wel de filosofie. Wij mogen toch wel in de Vlaamse rand rond Brussel iets organiseren. Een sportgebeurtenis die nu jaren bestaat. Ik ga een succesformule die we hebben niet zomaar afschaffen, zomaar helemaal teniet doen. Ik wil iets houden en dat is ook de filosofie eventueel die we hebben. Eventueel een 33e gordel. Zeker, zeker een 33e gordel. Misschien wel een andere formule. Nog eens geüpdate, is een renewed, revised filosofie bekijken. Wat kunnen we daarbij doen? Kunnen we er een stukje toerisme bij doen? Ik denk dat er zoveel te bieden is. Je plaatst eigenlijk die gemeente in de kijker. Dit is toch positief voor die gemeente? U zegt, ik leg de link niet met BHV, maar in het persbericht van uw vicevoorzitter, Ben Weitz, wordt de link met het BHV-akkoord wel gelegd. Wordt er nog eens verwezen naar wat Open VLD en CD&V daar hebben beklonken. Kritiek op het akkoord is ook kritiek op CD&V. Dat is ook op uw partij kritiek. Absoluut, ja. Terwijl u natuurlijk in Sint-Genesius-Rode wel samen één Vlaamse partij vormt. Ja. Hoe komt die kritiek dan bij u aan? Wel, de kritiek van N-VA, die neem ik voor wat dat ze is. Wij zijn u bent ook het er niet mee eens? Wij zijn ook niet, in onze gemeente zijn wij ook niet allemaal eensgezind akkoord met wat dat er gesloten is. Maar ja, van het slechtste het beste maken, dat is wat men geprobeerd heeft. En wij moeten er ons bij neerleggen, maar wij zijn ook niet zo eensgezind akkoord met het. Het had wat meer mogen zijn? Voor ons had het uiteraard meer mogen zijn, ja, inderdaad. Heeft u ooit overwogen u aan te sluiten bij N-VA? Nee, toch niet. Toch niet? Nee, nee. Maar ik denk dat we hier nu toch zien, in elk geval, dat er van een pacificatie geen sprake is. Het is niet zo dat we dankzij het akkoord beter gaan samenwerken, want dan zou dat akkoord er zijn. Ik hoop nog altijd dat Sint-Genesius-Rode 2 september wel de start en het einde kan zijn. Ik hoop dat, dat de gouverneur, maar dan gedekt door de minister van Binnenlandse Zaken, dat die dan toch dat is de beslissing... Mevrouw Milke, ook van CDH, net zoals de burgemeester in Sint-Genesius-Rode. Ik hoop echt dat zij nog de redelijkheid
van alles wat er te gebeuren staat inzien. Maar dat kan zij het, heeft hij de bevoegdheid? Kan. De gouverneur kan met dekking van de minister van Binnenlandse Zaken het overnemen van de gemeente. En als dan we met Blozo ook nog het nodige personeel leveren op een of andere manier, dan zie ik geen enkele reden waarom dat niet zou kunnen. Het dus is niet eerder een bevoegdheid van uw minister van Binnenlandse Aangelegenheden, N-VA-minister Bourgeois? Nee, het is spijtig genoeg niet, want ik ben er zeker van dat wij alles hebben aangezien om het toch te kunnen doorgaan, met steun ook vanuit de Vlaamse schepenen in Sint-Genesius-Rode. Dus ik denk dat we hier heel duidelijk aan hetzelfde zeil trekken. Ja, voor de Vlamingen in Sint-Genesius-Rode willen we die startplaats daar en die stopplaats daar houden, zoals het al 31 jaar is. U maakt zich ook sterk dat er nog iets kan veranderen, moet veranderen? Wel, ik zou niet liever vragen, uiteraard. We hebben morgenavond gemeenteraad. Men kan nooit niet weten dat tussen vanavond en morgenavond dat er nog het een en het ander verandert, dat de burgemeester toch nog over de schreef komt. Maar ik betwijfel het uiteraard. Maar hoe dan ook, de gordel gaat door. Hè. De gordel zal plaatsvinden. Absoluut. Op welke manier ook, maar ze zal plaatsvinden ook in Sint-Genesius-Rode. Ja. Eensgezind hier aan tafel, dat is duidelijk. N-VA-minister Philippe Muiters, hartelijk dank voor uw komst. En u ook, Anne Soubry. Dank u wel.